Bij je ouders op bezoek gaan voelt voor jou als een moetje. Bij hun in de buurt zijn voelt voor jou überhaupt al als een moetje, want het zuigt je leeg. En dan sta je op dat moment om weer naar je ouders te gaan, omdat het moet, hè, omdat ergens van je verwacht wordt, omdat er ergens van je geëist wordt. En dan denk je, ik heb hier zo geen zin in. Je hebt al dagen last van buikpijn, je hebt al dagen last van piekersessies, je hebt al dagen last van spanningen. Wat gaat er gebeuren? Hoe ga ik me gedragen? Wat moet ik zeggen? Wat kan ik wel doen? Wat kan ik niet doen? Want je hebt het gevoel dat je nooit goed genoeg bent voor je ouders. Maar toch ga je. Toch ga je op bezoek omdat het moet. De één keer in de twee weken, de één keer in de drie weken. Ondanks dat je er al dagen tegenop kijkt. Hè? Want anders krijg je kritiek. Want anders vinden ze jou niet meer leuk. Want anders ben je het zwarte schaap van de familie. Anders word je afgewezen. Anders krijg je gezeik. Voel jij je weer alleen? Voel jij je weer niet goed genoeg als dochter? Voel jij je weer onbegrepen? Heb jij geen zin in? Jij wil ze immers ook niet kwijt. Je wil je familieleden niet kwijt. Je wil niet dat ze negatief over jou gaan praten. Dus ga je maar weer naar je ouders. Ook al heb je last van spanningen, buikpijn, heb je er nul zin in. En voel je al na 5 minuten als je binnenkomt, ik ben nu al leeggezogen. Je weet niet wat je moet zeggen. Je weet niet wat je moet doen. Je weet niet hoe je je moet gedragen, waar je moet gaan zitten, wel of niet aankijken. Je praat maar vooral over koetsjes en kalfjes en niet hoe het echt met je gaat. Want please je ze. Dan is er lieve vrede. Hou je iedereen te vriend. Is er geen gezeik, hoop je. Dan hoop je dat jij wel een keer goed genoeg bent. Dat ze naar je zullen luisteren. En dan denk je niet, hallo, en ik dan? Ben ik nou de enige die hier last van heeft? Word ik nog ooit gelukkig? Ligt het nu echt allemaal aan mij? Ben ik nu degene die? Is het allemaal mijn schuld? Wordt het nog ooit beter? Komt het nog ooit goed? Dikke vette stress. Met je handen in je haar zit jij. En dan ga je ook na 1 uur, na 2 uur, 3 uur weer naar huis. Leeggezogen, uitgeput. Je kunt weer tegenaan. Voor 1 week, 2 weken, 3 weken. Maar het blijft je achtervolgen. Is dit herkenbaar voor jou? Volg me dan voor meer. Je staat er niet alleen voor. Of lees je hieronder de tekst. Je bent niet de enige.